De gebroeders van Eyck betekenen heel veel voor de kathedraal, omdat zij in opdracht van de toenmalige verantwoordelijken van de kathedraal en van Joost Veit en Elisabeth Borluut in 1432 het retabel van het Lam Gods voltooid hebben en het hier in de kapel in de kooromgang geplaatst. En sinds 1432 is het Lam Gods ook eigenlijk het kroonjuweel van deze kathedraal. Het bezoekerscentrum is ontstaan naar aanleiding van het begin van de restauratie van het Lam Gods retabel in 2012. En dan stelden wij ons wel de vraag, is het nog verantwoord zo'n belangrijk kunstwerk tentoon te stellen aan het grote publiek op de manier zoals wij het doen sinds 1986 in een vrij beklemmende ruimte, helemaal achteraan in de kathedraal. Toen is er beslist om een nieuw project te gaan realiseren. Eigenlijk een project als hoogtepunt van heel het Vlaamse Meestersproject. En is er gekeken van, ja, hoe kunnen we in een actieve kathedraal, hoe kunnen we daar een bezoekerscentrum in onderbrengen. En eigenlijk de plek waar we nu staan, de crypte, bleek de ideale plek te zijn om eigenlijk al de informatie rond het Lam Gods aan de bezoekers mee te geven. Alle randfactoren die meespeelden, ja, zijn we tamelijk snel terechtgekomen bij een heel nieuwe technologie, augmented reality. Dat legde eigenlijk een extra laag op de werkelijkheid, een 3D holografische laag. Maar wij zien elkaar nog steeds. Hè. We kunnen tegen elkaar praten, maar we zien ook andere toevoegingen in de ruimte. Voor families met kinderen hebben we een family tour. En die is iets ludieker dan bijvoorbeeld de Master of Detail tour, die heel veel details en allerhande weetjes toont. Wat je vaak ziet in musea is dat er wel iets wordt gedaan met virtual reality. Maar hier is de augmented reality echt de kern van de beleving. En as such is het echt een revolutie, het is iets volledig nieuw. Hier krijg je je augmented reality toestel met je mee. Je doet heel de tour. Met al die voorkennis gaan de mensen, verlaten ze de crypte, gaan ze omhoog. En eigenlijk dan de bekroning van het bezoek, het absolute hoogtepunt, is dan de sacramentskapel. Dat is echt gelijk dat vroeger was, het Lam Gods als altaarstuk. De toegankelijkheid was heel beperkt voor mensen die minder valide zijn, voor gehandicapten, voor moeders met een kinderwagen. Dat hebben wij opgelost en alle niveaus van de kathedraal zijn nu voor iedereen perfect toegankelijk dankzij de toren die we hebben gebouwd waarin een lift is die de vier niveaus van de kathedraal feilloos overbrugt. Die restauratiewerken zijn begonnen in 2005 en dat was eerst met de restauratie van het hoogkoor. Dat heeft ongeveer 4 jaar geduurd. Daarna is de toren volledig gerestaureerd. Dat heeft ook 3 à 4 jaar geduurd. Nu zijn we bezig met de kranskapellen. En de crypte. De crypte is voltooid en de kranskapel en daar zullen de werken voltooid zijn na het bouwverlof van dit jaar. De eerste restauratiefase van het Lam Gods waren de buitenluiken. De tweede fase was het onderste register met het centrale paneel en de zijluiken van het onderste register. En de derde fase zijn alle bovenste panelen. Die werken zullen wellicht beginnen in het voorjaar 2022 en zullen wellicht ook 3 à 4 jaar duren. Il était plus important de découvrir et de révéler l'œuvre de Van Eyck. Et c'est cette décision-là, je pense, qui était la plus difficile. Est-ce que on garde l'agneau mystique avec tous ses repeints et on met en valeur l'aspect histoire matérielle de l'œuvre, ou est-ce qu'on retourne vers une œuvre du 15e siècle? Et les experts ont été très clairs. Van Eyck et l'agneau mystique, surtout, il est unique et ça justifie que c'est plus important d'aller vers l'œuvre de Van Eyck plutôt que l'aspect historique. De restauratie van het Lam Gods is schitterend, omdat men dus aanvankelijk eigenlijk niet goed op de hoogte was van die overschilderingen. En onder die overschilderingen van 1550 zat ja, 90% originele Van Eyck verborgen. Dus men heeft dat er minutieus allemaal afgehaald. En eigenlijk zien wij nu voor het eerst in 500 jaar het Lam Gods zoals Van Eyck het echt geschilderd heeft. Het Lam Gods is voor mij een heel belangrijk kunstwerk vanuit verschillende hoeken. Ik
wil eerlijk zeggen, het is ook soms een beetje een zorgenkind met alles wat we de laatste jaren er moeten voor doen. Maar anderzijds is het Lam Gods voor mij ook als gelovige belangrijk, omdat het een afbeelding geeft of een voorstelling van de kernwaarheden van het geloof, van waaruit ik leef. Het Lam Gods is eigenlijk zoals een diamant met verschillende facetten. En elk van die facetten geeft een ander zicht erop. Het is een mirakel dat het nog bestaat. Hè. Dat is zo ongelooflijk wat het allemaal heeft meegemaakt. Het had even goed kunnen in stukken verdeeld zijn en verspreid over de grote collecties van de wereld. Maar we hebben het bij ons. We hebben nu 5 jaar hard gewerkt om dat onthaalcentrum klaar te krijgen. De bouwcampagne heeft meer dan 2 jaar geduurd. Het resultaat is verbluffend. En het is eigenlijk mijn vurige wens dat vanaf 29 maart massa's mensen naar het Lam Gods komen kijken. Ze zullen het zich niet beklagen. De inleiding die ze krijgen is perfect. En het zicht op het Lam Gods is adembenemend.